This is Lynn. It's almost noon, and no. This isn't a crazy after party. This is just an ordinary work day for him. Lynn is developing himself. Dancing here is good for his personal growth. At least that is what he's been told. Yeah! For 9 days, Lynn and his group of people have participated in a spiritual experiment. A field trip from the lowlands to the mountains of Andalusia. Ik zie dingen die er niet zijn. Ik leef in een wereld die niet echt is. Het is allemaal zo technisch gelul. Ik ben 8 jaar was seksueel misbruikt geweest. Het is niet zweverig. Het is het leven zelf. Hallelujah, thank you, universe. There is a God. Misschien is God wel iets totaal anders. Misschien is het universum wel iets totaal anders. Misschien moet ik alles misschien vanuit een totaal ander oogpunt beginnen bekijken. We zijn gewoon een theater. Hier voert, we doen het. En dan is het maar zo. Everything under control. Niets aan de hand. Er is hier heel veel aan de hand. Alles weet de weg. Alles is super wise. Super wise me. On the day before his 40th birthday, which was the 9th of September 2009, Lynn acknowledged that this was the time. Let me tell you, if you care to listen, love can be found. Caroline Camosi, a TV host and famous singer. Baby, I never wanna say goodbye. Bert Hyberts, founder of the Mirror Center, which is a spiritual center in Amsterdam. Ingeborg Sargent created the Evolution Spiritual Center when she became fed up with her very successful career as a TV host. Sunna Wurzer wrote a book about her experiences at an Osho meditation resort in India. Mayana, an intuitist and heart coach. And then Richard von Reiswake, he's a sacred geometry specialist. Actress Yana Howling is the producer of Loft. Leo Straubens joined the Wise to offer his insights on the 8 dynamics of life. And last but not least is Wim Stotens, the Michelangelo of Tai Chi. The Wise and the Witnesses, all from Belgium and Holland, embarked on an adventure to bring to the world wisdom from the lowlands. Checking everyone in was effortless. Lynn is the last one to retreat to his room, number 9, of course. It's all around and it's everywhere. It's all around and it's everywhere. It's all around and it's everywhere. If you look around and be aware. Het leek mij leuk om, aangezien het toch een beetje een soort van spiritueel experiment ook is, leek het mij leuk om bij de wijzen vanmiddag, waar de levensvragen behandeld worden, één. Noem het woordvoerder, noem het een voorzitter van de getuigen. Het maakt mij niet zoveel uit als er maar één getuige naar voren komt die we vanmiddag mee aan de tafel zetten met de wijzen. Lynn's vision for the 9 witnesses who agreed to be part of the biggest spiritual experiment ever was more than just passive observing and witnessing. No, they were there to motivate and even challenge the wise whenever necessary. Erik is de grootste. Ja. Ben ik weer al? Ze mag een beetje dichter komen. Kom maar dichter.
Je moet dat dan kloppen voor de beide lengtes. Ja, dan hoeft dat denk ik. Ja, precies. Ah, dan hoeft dat niet te zetten. Voor jou. Each day would welcome a series of discussion and learning sessions known as master classes to be led by one of the wise. The first master class facilitator is Wim Stoltens. We all walk to the place where he'll be giving an introduction into Tai Chi to kick things off. In mijn dagelijks leven ben ik trainer, begeleider vanuit beweging, vooral vanuit Tai Chi. Het energie makkelijker te laten stromen in het lichaam. Dus het lichaam eigenlijk zachter te maken, lichter te maken, waardoor het meer openkomt. Voor mij is dat een heel ruim werkveld, waarin dat ik ruimte creëer om mensen te ondersteunen in groei. Ik stel voor dat we eerst een aantal fysische oefeningen doen. Kwestie van gewoon wat opwarming. En dan gaan we van daarin over naar het volgende stuk. Dus ik laat mij ook een beetje leiden, ik ga jullie leiden en dan komt het eigenlijk allemaal mooi uit. Of daar vertrouw ik toch op. Dus we beginnen met de knieën. Het hoeft niet te snel, een makkelijke ademhaling. Je mag de voeten tegen elkaar zetten, dat draait makkelijker. Dus ja. Even strekken. Beetje buigen. Het is een oefening die ze carrying the moon noemen, dus het dragen van de maan, dus een beetje poëtisch. Dus het is licht, maak het niet te statisch, niet te stijf, gewoon heel ontspannen, heel losjes. Je volgt gewoon je handpalm. Wanneer de arm naar boven toe komt, adem je in. Wanneer de handpalm naar beneden toe ontspant, adem je uit. Een klein beetje referentie, een beetje druk. Ik ben alles, ik ben iedereen, maar ik ben ook niemand. En uiteindelijk, als er morgen naar mij mensen komen, vragen... En die mensen kunnen best mijn kinderen zijn. Mijn kinderen zijn 13 en 11. En wanneer ik seminaries geef, tracht ik effectief, of wanneer ik iets schrijf... het op een niveau te brengen van een 13-jarige of een 12-jarige. Dan ben ik zeker dat zoveel mogelijk mensen mij begrijpen. Dus wie is God? Ik denk, God is te vinden in de glimlach van een kind, in de sterkte van een worstelaar... in het jezelf verliezen van prachtige muziek. Ik denk dat ik het kind mee naar buiten zou nemen. Naar een appelboom. En hem zou vragen een appel te plukken. En dan zou zeggen... snij die appel eens open, wat zie je? Ja, ik zie een zaadje. Ik pak dat zaadje er eens uit. Snij het zaadje eens open, wat zie je? Ja, niks. Dat niks. Dat is God. En daar ontstaat alles uit. God is al wat is voor mij, het leven, de ervaringen van het leven. En ik ben er deel van. Het leven ook. Dus God is zich nu aan het afspelen. In mij en om me heen. Ik kom ook uit een christelijk gezin. Heel erg gelovig, heel erg... Ja, zonder eigenlijk te weten waarom, in wat, hoe. En op een bepaald moment, toen ik 11, 12 jaar was, had ik zoiets van... Dat is allemaal bullshit. En ik weet niet wat dat er is. En het doet er eigenlijk niet toe, omdat ik op dat moment in een fase in mijn leven kwam... waar de vraag wie ben ik belangrijker werd. Ik wist het niet. Hè. Ben ik Belg? Ben ik Afrikaans? Ben ik blank? Ben ik zwart? En dan ben ik eigenlijk die vraag gaan beantwoorden... door antwoorden te vinden op wat ben ik niet. Allee, of ik ben niet zwart. Ik ben niet blank. Ik ben beide. Ik ben niet
Afrikaan of ik ben niet Europeaan. Ik ben zoveel meer dan al de definities die ik zou kunnen vinden voor wat ben ik. En dat heeft echt een gevoel van bevrijding met zich meegegeven. En doordat ik dat ben gaan voelen, ben ik ook gaan begrijpen of gaan vinden voor mezelf wat dat God is. En die verbondenheid. En ik ben God, jij bent God. Alles is God. The witnesses, inspired by the wise, also give answers to the first life questions, which they capture on the witness cam. Ik ben Roos, ik ben 32 en ik heb nog de rest van mijn leven om te ontdekken wie ik ben. Ik ben Steve en op de vraag wie ben ik? Ik denk dat ik een acteur ben in het toneelstuk van het leven. Je bent je passies, je angsten. Ik ben energie, ik ben licht en ik ben liefde. Ik ben de huurder van mijn eigen lichaam en mijn verhuurder is God. Ik denk dat God ook energie, licht en liefde is. God zit in ieder van ons, is een lichtertje, is de pure liefde. Ja, op de vraag wie ben ik? De eerste vraag van de eerste dag was echt pittig, heel zwaar en kan ook heel theoretisch bekeken worden. Maar samengevat, als je alle antwoorden van de wijzen eigenlijk naast elkaar legt, dan is er één boodschap wat iedereen zegt en die is heel simpel. Wij, jij, ik... De stenen, het huis, je huisdier, bestaan allemaal voor 99,9% uit energie. Wij zijn allemaal energie, dezelfde vorm. En daardoor ook weer allemaal elkaar verbonden met elkaar. Day 2 has big promises in store. Lieve mensen, goedemorgen. De vraag van de dag die we gaan behandelen vanmiddag tijdens de levensvragen-sessie is hoe ga ik om met ziekte en sterfelijkheid? One of the witnesses steps up to share her thoughts and feelings on this with the group. Zaraida has just lost a good friend. And you know, she's quite angry about it. 2 dagen voordat ik hier naartoe kwam, hoorde ik dat een vriendinnetje van mij is overleden in Suriname. Ik kan ook niet bij de begrafenis zijn waarschijnlijk, omdat ik hier ben. Zij was niet ziek. Zij kreeg een hersenbloeding, vrij onverwachts. Wow. En ze was pas 33, dus dat was wel heftig. Dus ik ben wel benieuwd wat voor grote wijsheden er zijn te vertellen over sterfelijkheid met name. Mijn stiefvader was al 18 jaar in een relatie met mijn moeder. Na 16 jaar latte relatie zijn ze eindelijk gaan samenwonen. Na 18 jaar de beslissing genomen om te huwen. Maar in de maanden voor het huwelijk is hij ziek geworden, een hersentumor. En nog geen maand na het huwelijk is hij gestorven. Mm-hmm. En dat heeft mij bijgedaan, maar vooral heel erg boos gemaakt. En ik begreep niet waarom. Waarom heeft hij voor die ziekte gekozen? Waarom heeft hij zichzelf niet kunnen genezen? En waarom heeft hij mijn moeder zoveel pijn gedaan? Waarom, waarom? En op mijn school een dag kreeg ik een antwoord dat mij heel erg heeft geholpen. En dat antwoord kwam in de vorm van een waarom-vraag. Waarom willen jullie steeds dingen hebben? Waarom willen jullie steeds een claim hebben op dingen en geloven dat dingen van jullie zijn? Je hebt niks. Je hebt een claim op niks. Het leven is een school, een leerschool, een fase waar je door moet. En wanneer de tijd er is, dan is het tijd om door te gaan. En de dood is enkel transformation en dan ga je door naar een andere frequentie. En als je dat gaat begrijpen, maar ook vooral accepteren, dan ga je rust vinden en dan ga je geen pijn meer hebben. Ik denk dat het 10 jaar geleden is toen ik op een bepaald moment wachtte op het verdict van een arts. En het ging over leven en sterven. Dus het was voor mij reëel, dat was zo reëel, dat ik zo bij de essentie gekomen ben van mijn angst voor het leven en voor het sterven. En ik ben daar volledig doorgegaan. Want het moment dat ik dat volledig toeliet en werkelijk dat skelet voel en zeg oké, het is dan inderdaad misschien voorbij, ben ik bij bepaalde dingen gekomen die voor mij de essentie zijn. En ons zoontje was toen... Ik zat nog in de kleuterklas. Dan ben ik gewoon 2 dagen in de kleuterklas gaan zitten. Omdat ik besefte dat eigenlijk dat jongetje de essentie was. En al de rest, zo bijzaak. Ik heb ook opnames afgebeld. Uit dankbaarheid ook, want ik kreeg trouwens goed nieuws.
En dankzij het goede nieuws ben ik veel bewuster gaan leven. Dus ik zou mensen aanraden, als ze dus met die sterfelijkheid te maken hebben, om de lading onder het verhaal te verwelkomen en er echt in te gaan. Focussen op de eeuwigheid, op dat wat eeuwig is in hen, en daar connectie mee maken. Vlak voordat ik hier naartoe kwam, hoorde ik dat een vriendin van mij op 33-jarige leeftijd tijdens een vakantie is overleden aan een hersenbloeding. Ze was aan het douchen en ze was gevallen. En er kwam schuim uit haar mond en uit haar neus. En heel veel dingen die ik hoor, kan ik geestelijk en verstandelijk echt mee uit de voeten. Maar de aanblik, hoe de dood er soms uitziet, ik raak daarvan in paniek. Wanneer het leven begint, is het door een geboorte. Mm-hmm. Heb je ooit al eens een geboorte gezien? Dat is zoals we gaan en zoals we komen. We hebben daar geen enkele controle over. Geen enkele. Maar dat is het mooiste wat er bestaat, omdat er zoveel prachtige associatieve gevoelens mee verbonden zijn. Jouw ideaalbeeld van je vriendin, omdat je kijkt naar je vriendin, hè, want dat is een neuroassociatie. Aan de ene kant zie je het beeld van jouw vriendin en direct heb je liefdegevoelens en ik wil die vasthouden en beschermen. En dan ineens zie je dat. En het lichaam doet nooit iets verkeerd. Op het moment dat uw vriendin een hersenbloeding heeft gehad, zijn er bepaalde functies die uitvielen. En al hetgeen wat het lichaam heeft gedaan, is met al zijn homeostasesystemen getracht om dat lichaam zo lang mogelijk in leven te houden. Door vocht af te scheiden, door eendert wat te doen. Allemaal ter bescherming om zo lang mogelijk in leven te blijven. En dat is soms heel grafisch. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. En daar kan je niks aan doen. Daar heb je geen enkel keuze in. En niemand van ons. Ik dacht eigenlijk dat ik daar heel makkelijk in stond in de hele benadering van de dood en het leven. En dat ik daar een hele leuke theorie over had en alles. En namelijk dat je de dood inderdaad moet vieren als zijnde een overgang. Ja, naar verder. Gewoon doorgaan. En ja, nu ik ernaar zit te luisteren en het erover heb, is het ineens toch, ja, ik weet het niet. Ik weet het gewoon echt niet. Nou, dat is toch goed. Ik weet het eigenlijk wel. Ik heb de theorie in mijn hoofd, en dat vind ik ook heel mooi, en dat zou ik heel graag zo willen, dat ik zeg maar de dood van mijn ouders en elke dood die in mijn omgeving zal gebeuren enigszins kan vieren als van oh wat mooi dat diegene weer verder gaat, weet je, want ik geloof niet dat het leven stopt op het moment dat je lichaam doodgaat. En dat zie ik dan ook in India terug. Die dragen zo'n dode op hun handen gewoon zo naar de rivier om te verbranden. En ze hebben wierook erbij, ze zingen, ze zijn vrolijk, ze klappen. Ze zijn echt gewoon oprecht blij voor diegene dat die ook van die beperking van het lichaam is bevrijd. Maar als mijn eigen ouders doodgaan, dan word ik zelf gewoon heel verdrietig. Dat weet ik nu al. Dan moet ik zo huilen, want ik ben zo gehecht aan mijn ouders. En dan merk ik dus dat de theorie die ik zo mooi vind en wat ik zie in de praktijk, wat ik mooi vind, ja, dat ik dat dus met mijn ouders nog niet kan. Sooner has withdrawn and is still coping with this very emotional question, which he is currently wrestling with. And you know, it's very inspiring and touching to see how each person attempts to go to the core of their hearts to get the answers. Author and speaker Richard von Rijswijk is a real master of sacred geometry. The evening of day two, Richard welcomes everyone into the church for his presentation. Ik ga jullie vandaag wel vertellen over heilige geometrie. Wat dat is. Geniet er lekker van en laat je gewoon lekker meeslepen. And according to the late Johannes Kepler, who wrote several essays about sacred geometry, he says that the geometry is God itself. It even existed before the creation. Geometry provided God with a model for creation. So Richard fully agrees with that and follows the footsteps of Kepler while leaving some remarkable footprints of his own. Elke yantra die heeft zijn focuspunt. Een focuspunt zit altijd in het midden van de yantra. Door te concentreren op dit focuspunt wordt eigenlijk de geest gestimuleerd. Daardoor krijgt de geest ook de mogelijkheid in te tunen op de boventonen van de frequenties die we hier zien. Want het gaat juist om de onzichtbare frequenties, de hogere frequenties die we via dit patroon naar beneden willen halen. Ontzettend boeiend.
dat is inderdaad fantastisch als je alles een beetje begint te onderzoeken. Het gaat heel ver en dat moet echt in je interessesfeer liggen om daar diep en volledig in mee te gaan. Ik durf dat gerust toegeven, dat ik soms niet mee was. De eigen lading en zijn eigen stuk. Er is een hele mooie quote van, ik dacht de Dalai Lama, en dat is: pain is inevitable and suffering is an option. Pijn is onvermijdelijk en het lijden is een keuze. Die werd ook aangehaald door de wijze tijdens de levensvragenlunch over deze toch wel beladen vraag. En ze verwezen ook naar weer, naar energie, ze verwezen naar eeuwige ziel, dat soort dingen. Hele mooie theorieën eigenlijk die in de praktijk niet altijd even makkelijk toe te passen zijn. Day 3, it starts with an early bird walk of silence. For some, maintaining silence proves to be a huge challenge. After the quietest breakfast of Lin's sweet life, everyone is invited to attend the master class facilitated by Miana. Ik klop, zachtjes van binnen. Voel mijn aanwezigheid. Ik ben er altijd. Jij bent nooit alleen. Ik hou zoveel van jou dat ik trouw ben aan wat jij verkiest. Ik heb geen enkele andere wens dan dat wat jij voor jezelf verkiest. Ik geef zelfs mijn leven voor jouw keuzes, als het niet anders kan. Jij kunt niets fout doen. Je kunt slechts een ervaring opdoen. Ik ben trouw aan jou. Trouw zijn aan mij is een vrije keus. Jouw hart. The heart took a central place on this day. Every day a masterclass, and every day a life question. On this day, Miana leading the discussion. Vandaag is het thema hoe ga ik om met angst en negativiteit in en om me heen? Volgens mij is angst het zand in de motor van het leven. Maar angst, it's part of life. Mensen zitten in een bepaalde, in het Engels spreken ze dat mooi te noemen, awareness, besef, bewustzijn. En dat is een cirkel. En van het moment dat je daar buiten stapt, wordt het angstig. Omdat een van onze basisangsten als we geboren worden als kind, is angst voor het onbekende. Al hetgeen wat onbekend is, zijn we angstig voor. Dus ik denk van zodra je uit die cirkel stapt, aan één kant, wordt die cirkel helemaal groter. En het is hoe meer je eigenlijk buiten die cirkel stapt, hoe meer je angst kunt plaatsen. Dus wat is angst? Is een heel normaal ingrediënt van het leven. En hoe meer angst je in je leven krijgt, hoe boeiender jouw leven waarschijnlijk aan het worden is. Elke angst is iets wat je nog niet verwerkt hebt. Ofwel vlucht je, ofwel ga je vechten. En dat klinkt allemaal gemakkelijk, en ik weet dat. Want we doen het allemaal, hè. Maar in zoverre dat je ervan bewust kan zijn, ga gewoon in die angst. Face the bull. En als je daar te veel schrik van hebt, maak een strategie. Zet je gewoon, plant jouw kont in het zand, pakt een stuk papier en begin een strategie te maken hoe je dat gaat aanpakken. Ik vind angst per definitie geweldig. Ik vind onzekerheid geweldig. Ik vind dat goed. Ik denk ook dat het strikt noodzakelijk is om dat te moeten blijven hebben om te kunnen groeien. Je moet dat namelijk elke keer weer even tegenaan lopen om daar weer wat mee te gaan doen in je eigen pad. We redden het niet door het te veroordelen. We redden het door te zeggen, het is schoenmanneke. Doe maar. Zijn jullie het met me eens dat als je het verzet los zouden laten tegen dat wat is, dat er dan eigenlijk heel veel ruimte is? Absoluut. Ja. Dat klopt. Als we het verzet kunnen loslaten. Prachtige gevoel is altijd op basis van een gedachte. Dus ik de heart meditation exercise led by Miana opened all hearts. All masks were dropped. And raw beauty was exposed. De grootste angst, zo werd ook gezegd aan tafel, is eigenlijk heel simpel. Dat is angst voor het onbekende. En de oplossing die daarvoor wordt aangereikt is eigenlijk soms te simpel voor woorden. Maar het komt er eigenlijk op neer. Stop het niet in een laadje, je angst. Stop het ook niet weg. Ga er naar kijken. Face the bull, hè, zoals Leo het zegt. En maak van het onbekende het bekende. Waardoor de angst langzaam maar zeker zal oplossen. En
Dus daardoor ook geen angst en negativiteit meer in je leven op dat vlak aanwezig is. Now the fourth masterclass is very down to earth, analytical and statistical. Zet u maar neer waar het voor u het gemakkelijkste is. Leo Strobens facilitates a discussion of his eight dynamics. Acht dynamieken van het leven. Ik ga ze gewoon niet in orde van hiërarchie of in belangrijkheid. Ik ben 44 jaar, een vat vol levenservaring. Ups, downs, geboren ondernemer, gepassioneerd door al hetgeen wat te maken heeft met wat de mens drijft. The eight dynamics could be best explained as a full medical body scan for the mind and the soul. The group discovered that trying to answer Leo's questions gives them insight into a unique perspective. It opens eyes, hearts, and minds like never before. It is the perfect introduction for the life question adventure of the day. Financiële dynamiek. Wat is de financiële dynamiek? Al hetgeen wat met geld te maken heeft. Materieel. Al hetgeen wat fysisch is. Iedereen heeft materiële zaken nodig. Hoeveel zaken heb je nodig om werkelijk gelukkig en evenwichtig te worden? Fysiek is vandaag een heel belangrijke component geworden. Spiritueel, een heel belangrijke. Relationeel, jouw communicatieve vaardigheden. Als laatste, bijdragen. Helpen. Andere mensen helpen hun doelen en hun vervulling te bereiken. Len heeft mij gevraagd, hoe weet ik wat ik echt wil? Als je exact weet wat je wil in al deze vlakken, wordt dit jouw matrix. Stel dat we doelen gaan stellen in jouw financiële, materiële enzovoort in al die vlakken, dan ga je een heel duidelijk idee hebben in welke richting dat jij je leven wilt sturen. En elke drie maanden raad ik je aan, en aan zoveel andere mensen, om eens even te stoppen, in momenten van stilte, te bezinnen en eens even je matrix op tafel te leggen en eens te kijken, waar sta ik vandaag? Welke zaken waren echt belangrijk voor mij? Welke zaken waren echt prioritair voor mij? Welke zaken brengen mij dichter tot mijn doel? In search for answers to life questions posed, the group drove to a nearby village to have dinner at the Moorish restaurant, Posada de Moro. In the garden, the conversation started quickly. Er zijn drie niveaus van waaruit je dus iets kunt willen. Ja? Je kunt iets willen vanuit je verstand, je kunt iets willen vanuit je hart en je kunt iets willen vanuit je passie. Vanuit passie zal er uiteindelijk geen vervulling zijn, tijdelijk. Wel, maar niet echt volledig. Vanuit je verstand zeker ook weer tijdelijk. En ik ga ervan uit, als je kan vinden wat je vanuit je hart wenst, dat dat diepe vervulling brengt. Ik denk dat veel mensen veel te weinig doen, is echt de tijd nemen, inbouwen, om eens naar zichzelf te luisteren. Omdat wij hebben de antwoorden al in ons, maar we horen ze gewoon weg niet. Wat ik wel merk, in ieder geval in mijn eigen leven, dat als je terugkijkt, als je op hoge leeftijd bent, en je kijkt terug, dan zie je dat eigenlijk heeft het zich vanaf het begin heel langzaam ontvouwd. En dan ga je dat pad op en daar blijkt het ineens toch anders te lopen. Dan ga je, neem je zijpad en wacht even, ik moet die kant op. En dan ontvouwt het zich. Ga op pad. En laat het zich ontvouwen. Laat het zich gewoon aandienen. Dus waar start je? Wat is je droom? Stel je hebt geld genoeg, alles kan, alles is mogelijk. Niets en niemand houdt je tegen. Wat zou je willen? En waarom? Okay. Waarom wil je dat? Waarom wil je dat? En dan niet gebaseerd op materiële feiten, maar wat wil jij beleven? En ga tot het onmogelijke. Mm-hmm. En kijk wat je dan kunt verwezenlijken. En neem een eerste stap. Iedereen weet wat hij wil volgens de wijzen aan tafel. En ik denk ook dat dat echt het geval is. Het zit diep van binnen verscholen. Je kan het echt vragen aan je hart. Je kan het vragen aan je inner voice, je instinct, je intuïtie. Die innerlijke GPS zal zeker het antwoord geven. En een belangrijke tip daarbij, als je het vraagt, ga niet te lang denken over het antwoord. Ga niet denken wat je voelt, maar voel echt wat je voelt. Want daar zit alles verscholen. Stay focused, dare to dream big and live your fantasies. 'Cause life ain't always what it seems, no. Life ain't what it seems.
Once again, on day 5, the group leaves La Cartuja for the master class facilitated by Bert Hyberts. He has prepared a balance exercise to help the wise and the witnesses connect more deeply to themselves and to find harmony from the inside out. The group arrives at a sweet and beautiful lake called La Jarosa. It's all around and it's everywhere if you look around and be aware. Now, Bert knows how and freely shares his wisdom. Nu gaan we dansen. Maar de A staat voor actief ademen. Kom op, dans en zorg ervoor dat je inademt. Lieve mensen, ja, vandaag, hoe word of blijf ik gelukkig tussen haakjes in balans? Hoe geraak ik in balans? Door mezelf open te stellen en toe te laten. We zijn een stuk van de natuur. De natuur weet zichzelf ook in balans te brengen. En donder en bosvuur, daar is niks mis mee. Dus openstellen en toelaten. Balans en geluk zijn ergens wel verweven. Maar voor balans heb ik het gevoel dat ik meer werk. Ik stop daar meer energie in. Ik kan daar echt iets aan doen. Geluk, dat overvalt mij. Het hart wordt door een aantal slagaders, wordt uw lichaam bevoorraad van bloed. En bloed gaat door heel het lichaam. En de hoofdslagader, of de eerste slagader, gaat eerst naar uw eigen hart. En dan gaan de andere aders naar de rest van uw lichaam. Wat eigenlijk, uw lichaam vertelt u van eerst krijgt jouw hart bloed. Hè. Eerst moet je voor jezelf zorgen en dan voor anderen. En als je dat dan even, als je daar geluk in past, dan kan je maar geluk verspreiden of anderen gelukkig maken of geluk uitstralen als je dat geluk van binnen draagt. Maar dat is dan ook je spiegel. En als je de mensen rond u gelukkig ziet, dan schijnt dat natuurlijk weer terug. Hetgeen dat jij hebt gezegd heeft mij echt heel hard geraakt. Maar zo, oh my god, wat heeft hij net gezegd? Onwaarschijnlijk. En dat eerste of dat tweede? Ik weet niet meer wat ik gezegd heb. Heel mooi moment. Dat is als een boemerang bij Wim binnengekomen. Het was net die trigger die bij Wim doorkwam. En hij zegt, dankjewel, dit was zo geweldig wat jij zei. Dat heb zoveel nu met mij gedaan. Waarop Muriel zegt, ja, maar ik weet helemaal niet meer wat ik gezegd heb. Dat was best een hilarisch moment dus. En wij, een beetje ook nog dat registrerend, gingen dus weer naar Wim toe en dachten van, nou, Wim pakt dat stokje dan wel op en gaat wel vertellen wat het dan is geweest. Maar dat deed hij ook niet. Eigenlijk, als ik eerlijk ben, hoeft hij dat ook niet te zeggen. Het is bedoeld voor hem geweest op dat moment. Het beeld dat ik wel eens gebruik in mijn workshops is het beeld van een koorddanser. Dat is iemand die heel goed weet waar hij eigenlijk naartoe wil, maar volledig in het moment moet aanwezig zijn. En op het moment dat hij merkt dat hij wat naar rechts neigt te vallen, dan corrigeert hij zich wat links en net andersom. En ook het doel bereik je niet door enkel passief te zijn, want dan valt die man er ook af of de vrouw eraf. En ook niet door te gespannen daar naartoe te willen stappen. Maar door wat jij aangaf, door wat jij zei, werd het mij ineens terug veel duidelijker waarom dat ik dat soms tegen de mensen zeg of dat beeld gebruik. Dus, dank je. Je balanceert je weg naar je doel, naar het geluk dan in deze... Ja. De basisboodschap die ik uit het gesprek met de wijzen heb gehaald vandaag was eigenlijk opnieuw luister naar je hart. Ga luisteren naar wat je voelt. Ga voelen wat je voelt. En je voelt vanzelf wat je wil en wat je niet wil. Je voelt vanzelf wat goed voelt, wat slecht voelt. Daar zit een innerlijke GPS die zo perfect werkt, die zo gefine-tuned is dat je eigenlijk niet kan missen. Het voelt goed, voelt slecht, voelt slecht. En als je dingen doet die je goed doen voelen, dan wordt je leven vanzelf een stuk gelukkiger. En terwijl je diep en
On the sixth day, more than halfway through their journey together, Ingeborg Sarjan, the creator of the Evolution Spiritual Center, she asked everyone to get up really early for her master class. The sweet yet passionate teacher facilitates a Drew yoga session on the roof of one of the property's old buildings. Ik ben iemand die broos is en tegelijk ook krachtig. En ik zeg ook vaak, ik ben een lichtwezen in een menselijk lichaam. Hey? En dan zegt onze zoon van 15, ja, zeg dat niet. Die mensen vinden al nu dat je raar bent. Maar zo ervaar ik het echt. Zo ergens een being en die dan op een menselijk avontuur verzeild geraakt is. Koppijn, weerstand, verzet, vreugde, overvloed, kracht, liefde. Wat het ook is, wat er nu is, verwelkom het met een inademhaling. In en weer los. Adem in via je neus, uit via je mond. Al die mogelijkheden, verwelkom ze. Het is echt een nieuwe dag. Jij bent pure liefde. Adem het in. Jij bent power. Now on this day, Lynn also plans a very special life question lunch. The question is presented to the witnesses. Lynn invites them to embrace the fact that nobody is wiser than you. The answer is you. We willen alle wijzen behalve Ingeborg opstaan en een plaats afstaan. De getuigen nemen plaats aan de tafel. Leuk! Goed zo. Ja. Dus jullie gaan in de zon liggen dan? Ik vond dat fantastisch. Ik vond dat zo leuk. Ja, vooral omdat iedereen van de wijzen zich toch een beetje schrap zet als we beginnen. Je merkt dat in hele kleine dingen. Dus iedereen zat ook echt helemaal klaar. En dan komt dat van, we gaan iets helemaal anders doen. En dan denk ik zoiets, oh ja. Want dat is voor mij het leven. Dat is ook zo, gewoon ja zeggen tegen die momenten die helemaal anders zijn dan dat je inschat of dacht dat ze gingen zijn. En dan komt er iets sprankelend naar boven. Hoe hou je van jezelf? Door mijzelf te kunnen zijn bij andere mensen. Door mij te kunnen uiten naar anderen toe. Ja. Ik heb dat geleerd door te accepteren dat ik misschien niet perfect ben, dat ik fouten mag maken. Dat die fouten meer een leermoment zijn en je helpen om te zeggen, oké, zo is het dus. En dat mag ook. Stel, je wordt voetballer, dan ga je vergelijken met je vriendjes. Wat kunnen zij? En als zij beter kunnen voetballen dan dat jij dat kunt, dan zijn ze niet gelukkig. Voor een meisje kan dat zijn, ze kijkt in een dag allemaal en ze ziet er al die gefotoshopte modellen in staan. En dan kijkt ze in de spiegel en zegt, verdomme, ik zie er zo niet uit. En dan voelt ze zich misschien wel slecht. Dus het heeft allemaal te maken met, wat stel ik voor mezelf als benchmark? En als je daarmee stopt, met jezelf te benchmarken, dan zit er al voor een stuk, denk ik, maakt u het leven al een stuk gemakkelijker. Ik probeerde altijd mijn hart te volgen, de programma's te doen die ik graag wou doen. Ik heb een Peking Express mogen doen, een Expeditie Robinson, waar er inhoud in zat. Maar ik was heel hard voor mezelf. Het kon altijd beter. Ik ben een ongelooflijke strever. Mm. En ik had ook een enorme bewijsdrang. Ik wou me altijd bewijzen. Maar tegenover wie was dat dan? Waarom was dat? Maar wat is er nu heel onlangs gebeurd? Het afgelopen jaar ben ik een paar mensen verloren in mijn leven. Mannen. Waaronder nu net mijn papa eigenlijk. En dat heeft mij een gigantische schop onder mijn kont gegeven. Ik had de opdracht gekregen van VT4 om een nieuw programma te doen. Hole in the Wall. Vertaald naar Human Tetris. Inhoudsloos, absoluut pretentieloos, onnozel spelletje. Ik kon nee zeggen. Mijn papa lag op intensieve. De laatste dag dat ik hem gezien heb, ik heb gezegd, papa, ik heb zijn hand gepakt, moet ik het doen? Maar Roos toch, zei hij. Mensen hebben nood aan een lach, zeker nu het niet goed gaat. Er is crisis in de wereld, doe dat toch. Dus ik heb gezegd, oeh, mijn imago. Oeh, het gaat allemaal kapot. Ze gaan mij veroordelen. 2 weken nadat mijn vader overleden was, stond ik daar op het podium. Hey, welkom bij Hole in the Wall. En wat hebben we lol. Ik moet eerlijk toegeven, het heeft mij deugd gedaan. Ik heb gelachen, ik heb bijgeleerd. Goed, het programma komt op uitzending. Mijn favoriete krant, waar mijn ouders een abonnement op hadden, de Standaard. Geeft het programma 1 op 10. Breekt het volledig af.
Commentaar staat erbij van kijkers. Ja, Roos van Akker, haar niveau is toch wel gedaald. Hè? Zowel op radio als op televisie. En dat steekt. En dan denk ik, och kakkers, zijn jullie de intellectuele garde? Voert. Het is een onnozel programma, maar het is wat het is. En ik heb niks meer te bewijzen doordat ik het heb laten gaan en gewoon mezelf ben geweest in dat programma. En of ik toen een paar platte grappen heb verteld. En, maar ik had er lol in. Oké, het zal wel in mij blijven zitten, die bewijsdrang. Maar het is een beetje weg. En ik kan nu af en toe van die trein springen, ook al is het nog maar net. En naar mezelf kijken en denken, godverdorie, je mag toch best trots zijn op wat je bewezen hebt. En je hoeft helemaal niet zo hard te zijn. En iemand die niet perfect is, we zijn... Niemand is perfect. Dat is toch net zo mooi. Hoe kan je verwachten van een ander dat hij van je houdt als je niet zelf van jezelf houdt? Basis is dus eigenlijk van jezelf houden en daarmee kan je automatisch ook van een ander houden. Er is een heel mooi gezegde ook, degenen die het meeste liefde nodig hebben, zijn degenen die het moeilijkste om van te houden zijn. Maar ze hebben het meeste liefde nodig. En je kan het pas geven als je uiteindelijk zelf je eigen liefde helemaal 100% hebt gevonden. En dat is met alle imperfecties die je hebt. Door jezelf niet te vergelijken, maar jezelf volledig te accepteren. En dan, ja, hoe kan je eigenlijk dan niet van jezelf houden? Day 7 creates the space for the youngest wise to shine. Suna Wurtzer spent 3 months at an Osho meditation center in India. She wrote the book about it called Blonde Buddha. She uses this platform and leads the group in a practice known as Osho Kundalini Meditation. Een kruising, is dit het? Ja. Het is mooi, hè? Is het de place? Is het de plek? Ja. Ik had eerst het idee van, nou, ik ga niet mediteren, want dat vind ik heel zweverig. En echt ook een beetje voor sukkels. Dus ik dacht, dat ga ik niet doen. Ja, gewoon aansluiten. Ja. Nee hoor, doe maar lekker zoals het voelt. Omdat ik iets met jullie kan delen wat ik zelf heel fijn vind en leuk vind om te doen. En vooral de speciale op westerse mensen georiënteerde meditaties. Het is heel veel dansen en bewegen. En pas nadat je aan het dansen bent geweest in stilte komen, is het ook veel makkelijker. Dat we in het Westen natuurlijk heel veel hier leven. Dat je eerst al je energie die je normaal hier spendeert, helemaal in je lijf gooit en vervolgens ook niet zo heel veel energie meer hebt om hier te doen, hier te gebruiken, zodat je makkelijk in stilte kunt gaan.
While Jana could not be part of the discussion, she participated by writing her response to Sooner to be read to the group. Wie heeft leren lopen zonder blauwe plekken te vallen op zijn knieën? Hoe kan ik leren zonder te vallen? Dan valt er niets te vergeven. Het vergeven op zichzelf, denk ik, dat het eigenlijk het inzichtelijk maken is, zoveel mogelijk, van het proces waardoor dit is ontstaan. Op zich, in het grote beeld, valt er niets te vergeven. Dat ervaar ik heel sterk. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat iedereen maar oorlog gaat voeren en dit soort dingen blijft herhalen. Het is de bedoeling dat we evolueren. Maar ik merk wel, in het grote beeld heeft iedereen die mij op een of andere manier raakt, binnenkomt, iets onwaarschijnlijks mooi aangereikt. Dus ook geen schuld. Ik wil aan die wijze richten. Ik hoor jullie heel veel vertellen over hoe vergeef ik mezelf. Hè? En dat gaat hier eigenlijk een beetje over wat ik noem pekelzondes. Verplaats je even in de positie van iemand. Ofwel slachtoffer ofwel dader, als het gaat om kindermoord of verkrachting of iets dergelijks. Dingen die echt onherstelbaar terug in zijn oorspronkelijke vorm te plaatsen zijn. Steve, ik zou daar graag willen op reageren, want mijn zus hebben ze doodgereden. Dus een aantal jaren terug. En ik zie mijn ouders op een zeker moment de meest vergevingsgezinde mensen. En daar is een man die dat zwaar de schreef overgaat. En als resultaat is mijn zus dood. En mijn eerste reactie was, maar dat was toen. Toen was ik nog niet zo wijs als vandaag. Van dat is oog om oog, tand om tand. Mijn moeder die zei van kijk, op een zeker moment, als wij de pretentie zouden hebben om zelf alles te mogen bepalen, inderdaad, dan was dat fout. Maar hier nu, dit maakt deel uit van een groter geheel. En hoe moeilijk dat ook is, die man zelf, denk ik, heeft daar niet voor gekozen. En dat vond ik heel sterk. Dat vond ik gigantisch sterk. En ik ga dat misschien heel cru zeggen, maar al hetgeen wat er ooit tevoren is gebeurd, waar ze zich zorgen over maakten, daar maken die zich nu al lang geen zorgen meer over. En een vergevingsproces is ook voor een groot stuk een aanvaardingsproces. Hè. Het is gebeurd. Wat kunt je daaruit leren? En het is absoluut waar dat je zegt dat vergeven, iemand anders vergeven, dat een zelfbevrijding is. Ik ben toen ik 8 jaar was, seksueel misbruikt geweest. En dat is een van de redenen waarschijnlijk dat ik als tiener heel zelfdestructief was, heel laag zelfbeeld en heel boos was op iedereen. En toen ik een jaar of 17 was, heb ik die persoon daarmee geconfronteerd. Ik ben er naartoe gestapt en die is toen heel boos geworden, heel agressief. Een accident die snel gebeurt, beginnen dreigen. En op dat moment ineens had ik zoiets van, die is zo in de knoop met zichzelf. Die is zo. Ik had een gevoel van mededogen en mijn woede op dat moment heeft zich opgelost. En ik wil niet, ik wil niet zo verder leven, zo in de knoop en boos op iedereen. En dat was echt een moment van zelfbevrijding. Ik heb mezelf ontzettend verrast. Ik had niet gedacht dat ik zo persoonlijk zou zijn. Dat was niet mijn intentie. Ik voelde mijn hart zo bonzen. Ik denk, ik wou niet meer vechten. Ik wou dat gevecht niet aangaan met mezelf. Want uiteindelijk ga ik het dan van binnen vreten. Dus ik ben heel blij dat ik kan open zijn en mijn verhaal vertellen. En mijn leven delen. Uiteindelijk denk ik dat het enige is dat je echt kan doen in je leven. Deel je. En je hebt maar één ding te delen. Dat is jezelf. Is vergeving überhaupt noodzakelijk? Op spiritueel niveau zijn de wijzen erover eens. Nee, het is niet noodzakelijk. Het is niet nodig. Het hoeft niet te bestaan. Maar hier op aarde, op het menselijke niveau, in de praktijk, is vergeving wel degelijk iets essentieels. Volgens de wijzen en ook uit de praktijkervaringen van Leo en Caroline bijvoorbeeld. Waarbij dat het vergeven van een ander ervoor zorgt dat je jezelf geneest. Dat je jezelf beter gaat voelen. Op het moment dat je die giftige stoffen, die frustraties, die agressie uit je rugzak kan halen en achter kan laten, dan is je leven op dat moment een stuk lichter en aangenamer weer om te leven. The Super Wise Me spiritual experiment is almost over. The morning starts with breakfast and the discussion of the profoundly powerful life question. How do I let go?
Heel slecht een afscheid nemen. Ik heb een beetje afscheid moeten nemen. Een beetje veel afgelopen jaar. Ja, ik heb het ook moeten wegsteken door het werk. Stel, het is uit met je lief of die ziet het niet meer zitten. En dan wordt er verwacht in onze maatschappij dat je het licht uitknipt en dat is het dan. En ik kan dat niet. Ik denk niet dat een mens dat kan. Ja, en als het antwoord is toelaten, kun je daar niets mee dan? Nou, in mijn beleving is het de enige weg. De hele lading onder het verhaal blijven toelaten. En laag na laag. Toelaten, 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 toelaten. En ik voel dat heel sterk bij Roos. In mijn werk kan dat niet. Wie zegt er dat? Wie zegt er eigenlijk dat jij niet huilend mag presenteren? Maar daar heeft niemand een boodschap aan. Jawel, iedereen heeft daar een boodschap aan. Iedereen heeft een boodschap aan jouw authenticiteit. Aan jouw waarachtigheid. Ja, maar als we allemaal dat theater blijven volhouden... Dan halen we het niet. Nee, dat is absoluut waar. Ja. Maar stel, ik moet de ochtend presenteren op de radio. Ja. Dan ga ik toch ook niet zeggen, ja, goedemorgen, het is heel vroeg vandaag en ik heb een ochtendhumeur. Maar ik zal nog een plaatje draaien. Wat we altijd doen als er iets is, is wegrennen. Ja. We gaan ons afscheiden. En het is niet langs daar. Het is niet langs daar. Het is werkelijk in de verbinding toelaten wat er leeft. Het kan boosheid zijn en verdriet en waanzin, maar laat het toe en je gaat het werkelijk loslaten op die manier. En je gaat het niet loslaten door het een plek te geven. Door te zeggen, in dat vakje zet ik nu mijn eenzaamheid. Laden dicht. No way. Laden open. All the way. En ik zie zo'n waanzinnig potentieel in jou, dat ik zoiets zeg, Roos, laat het toe. Ik smeek het je. Voor de humolezers, weet je wel? Dat ze godverdomme stoppen met een cynisch houdingetje van... Dat is allemaal zweverig. Het is niet zweverig. Het is het leven zelf. Zit je mee? Ik wil het zachter zeggen, maar ik heb het gevoel dat je het niet hoort. Laat het toe. Laat het toe wie jij bent. Dat is prachtig. Dat is prachtig. En zeg het op de radio, mannen, ik heb heel slecht geslapen. En weet je waarom? Omdat ik mijn vader mis. Omdat ik mijn lief mis. Maar we zijn het gewoon om het theater vol te houden. Weet je wel? Everything under control. Niets aan de hand. Er is hier heel veel aan de hand. Maar hoe kan ik het loslaten als ik het niet toelaat? Het is allemaal zo technisch gelul. Maar omdat we dit niet willen, omdat dit wil jij niet, Roos... Hier ben je bang voor. Maar dit is wel wat nodig is. Dit is wel het geschenk wat je gekregen hebt om het los te laten. We vragen heel vaak hoe. Nou, ik laat heel vaak los door tranen. Het is een smelten. Het is het gewoon. Het is wat er is. Toelaten is echt het enige ding. Eerst het weten, toelaten. En dan glijdt het vanzelf van je af. Loslaten is, denk ik, de moed hebben om een nieuwe realiteit te durven aanvaarden. Zo zou ik het beste willen omschrijven. En moed... wordt heel veel verkeerd begrepen, want veel mensen zeggen van mensen met veel moed hebben geen angst. Nee, mensen met moed hebben heel veel angst. Maar kunnen vooruitgaan met angst. Alles is mogelijk. Alles. Als je maar wil. Als je bereid bent om te zien dat het universum van het moment dat je iets loslaat, er iets voor in de plaats geeft, dat altijd beter is. Het antwoord op de vraag hoe laat ik los, is eigenlijk... Zo provocerend simpel komt er eigenlijk gewoon op neer, zoals Ingeborg het ook de hele tijd stelt, dat je voor je kan loslaten iets moet vastpakken, daarna moet kijken, het moet onderzoeken. En dan pas, als je helemaal klaar bent met dat helemaal te doen, dan ben je in staat om het echt los te laten. Niet in een laadje te stoppen waar je het niet meer ziet, of niet een kastdeur dicht te doen waar het nog steeds aanwezig is, maar door het dan echt losgelaten te hebben. Yana Haoling is an actress with a mission. She wants to inspire her audience with her play, entitled Love, to look at the world with different eyes. Nothing is what it looks like. Ik zie dingen die er niet zijn. Ik leef in een wereld die niet echt is. Wat is echt? Ik ben me heel erg bewust dat wat onze zintuigen ons doorgeven, dat niet klopt. Dat bevroren momenten zijn, net zoals een woord... We vangen de werkelijkheid, onze werkelijke beleving in een woord. Onze zintuigen vangen de werkelijkheid in een beeld, in een concept. Dat wordt hier in ons brein vertaald in een beleving. Een boom is een beeld in jouw hersenen waar het woord boom op is geplakt.
Een slang ziet geen boom. Die ziet geen beelden. Die ziet een infrarood veld. Net zoals een bij geen bloemen ziet, maar ultraviolette velden. Alles wat jouw zintuigen kunnen waarnemen. Het hele zichtbare universum lijkt niet hetzelfde. Alles is op een voor de mens onzichtbaar niveau hetzelfde. Alles is hetzelfde. Oké, voilà, hè. Early in the morning, and I said to myself, let me try things differently, let me try things differently. Staring at the ceiling, I said to myself, let me give shape to my actions. I will take time for positivity and rejoice, 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 rejoice. Hoe kom ik bij mijn innerlijke wijsheid? Het is een kwestie van te gaan voelen en eigenlijk je fantastische innerlijke GPS te gaan gebruiken. En die GPS die wijst de weg. Ga je te veel naar links, de verkeerde kant uit, dan ga je het voelen. Ga je te veel naar rechts, dan ga je het ook voelen. Zit je goed op koers, dan gaat het goed voelen. Dus voelt het slecht, stuur bij. Voelt het goed, ga vooral rechtdoor. En laat je hart sturen. It's apparent that everyone has really let go a lot. There is a freedom and a flow of energy that's pulsating around the group. Lynn is very happy and is also relieved. He listened to his heart, and the results, you know, the results are phenomenal. He had never written a book, never made a documentary. None of that mattered, nor did it stop him. In het boek en de film The Secret wordt uitgelegd hoe je vanuit hersenen, je brein, je leven kan gaan creëren. Met Supervise Me wil ik daar eigenlijk nog iets aan toevoegen. Dat is namelijk de wet van het hart. Het hart is je richtingaanwijzer. Het hart is je GPS. Het hart is daar voor jou om je te helpen om te bereiken wat je wil. Ik heb een boek gemaakt waarbij ik eigenlijk wil mensen inspireren om te ontdekken dat ze alles al weten. Is het zo simpel? De wet van het hart, moet je alleen maar luisteren naar je hart om eigenlijk te komen tot waar je wil komen? Ja, het is zo simpel. Sophie, Isabel en Geert. Het komt eigenlijk gewoon op neer door eigenlijk op te staan. Door vandaag op te staan, door nu op te staan en te beginnen te oefenen met het luisteren naar je hart. Luister naar wat je hart vertelt en begin er naar te luisteren. Dus ga oefenen. Er is niemand die ooit in de finale van Wimbledon is gekomen zonder eerst 10 jaar lang tegen een muur te kloppen. Het is echt zo simpel. Listen to your heart. Feel your way back to the truth of your being. The answer is you. Het is de wet van het hart. Wil je gelukkig worden? Luister naar je hart. Say to the universe, supervise me and watch what happens. Wilt u naar aanleiding van deze uitzending reageren of een gratis programmagids bestellen? Bezoek dan onze website boeddhistischeomroep.nl. DVD's van onze programma's kunt u bestellen op 010 411 3977.